Ja, en eigenlijk is dat wel goed om mee te beginnen inderdaad. Want als dit de eerste keer is dat je gaat quilten uit de vrije hand, dan zul je misschien merken dat het best wel lastig kan zijn om die stof soepel te bewegen. En je wilt een patroon maken, meanderen doen we vandaag, dus je wil graag alle kanten op bewegen. Maar soms merk je misschien dat je bijna een beetje aan het duwen bent en dat je dan in één keer weer doorschiet. En dan, dus dat die controle daardoor heel lastig is, omdat het niet soepel gaat. En deels is dat natuurlijk ervaring, maar het heeft ook heel erg te maken met de materialen die je gebruikt. En het eerste wat ik altijd aanraad zijn natuurlijk de quilthandschoenen. Had ik geloof ik ook wel genoemd. Ze zijn nog niet echt per se nodig bij wat kleinere quilts zoals we die nu maken. Maar het helpt wel echt om meer grip te hebben op de stof. Want je ziet dat mijn handschoenen een beetje smerig zijn. Dat is van de stof die heeft afgegeven. Het is een beetje blauw en groen. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Maar er zitten van die topjes aan. Het is een beetje rubberachtig. En die zijn, blijven goed haken op de stof, zeg maar. Waardoor ik veel meer grip heb. Als ik alleen met mijn hand beweeg, dan glijd ik er zo overheen. Maar met de handschoen aan neem ik die stof automatisch mee. Dus hoef ik minder kracht te zetten om die quilt vast te houden. Dat zorgt ervoor dat ik soepeler kan bewegen. En dat mijn rondingen bijvoorbeeld mooier worden. Het zorgt er ook voor dat mijn gewrichten veel minder belast worden. Want misschien heb je wel gemerkt dat het best wel een beetje zwaar is. Zeker de eerste keren zit je toch wel een beetje gespannen vaak. Omdat je het goed wil doen. En het is de eerste keer, dus het is allemaal nieuw. Dus, en als je dan ook nog die stof zelf moet bewegen, dan kan dat best wat zwaar zijn. Dus daar helpen die handschoenen ook bij.